Ik wil verkracht worden, help! Ik wil. Ah! Wat is je laatste foto in je galerij? Een naaktfoto van je zitten haar billen, denk ik, ofzo. What the fuck? Moet je echt huilen? Oh, dit meen je niet, oh my god. Yo mensen van het Game Fantasy, jullie kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Zoals jullie zien, ik ben vandaag met Jacinta. Wij hebben vandaag op deze opnamedag, oftewel 1 januari, anderhalf jaar verkering. En doei. Hey! Nee. Dus we dachten, we hebben nu anderhalf jaar verkering. Laten we gezamenlijk even als stelletje een Q&A doen, want dat is lief. Lief. We zitten hier op ons bed in onze hotelkamer in Keulen, in Duitsland natuurlijk. En ik heb pas geleden een foto geüpload. Die heeft nu al meer dan 2000 comments, jongens, jongens, jongens. Ongelooflijk. Laten we er gewoon vette vragen uit gaan pakken, jongens. Let's go. Levaga04 vraagt, in welke wereld zou je liever willen leven? Die van Minecraft of die van GTA? Ik en die van GTA. Ja, ik sowieso ook. Ik bedoel, Minecraft is alleen maar blokjes. En als je een chick ziet in blokjes, gast. What the fuck, man? Dan heb je dus een chick in blokjes. Dan heb je toch geen kont en dan in GTA heb je mooie rondingen en zijn de graphics goed. Ik wou dan het heb voor je de autosteden doen. Oh, oké, dat kan natuurlijk ook. Verbranden of verdrinken? Wat wil jij wat er liever bij jou gebeurt? Dat je verbrand wordt of dat je wordt verdronken? Oh, dat is moeilijk. Ik denk verdrinken. Ik denk verdrinken. Verdrinken is, je houdt eerst je adem natuurlijk in, zolang je kan natuurlijk. Dan ben je heel even, is het heel erg kut, denk ik. Ja. Zit je zonder water en dan ben je bewusteloos. En als je bewusteloos bent, dan ga je ondertussen dood, weet je wel? Je gaat niet dood, je bent niet in één keer dood, nee, je bent eens bewusteloos. Dan weet je niks meer wat er gebeurt, want je hebt geen zuurstof meer. En dan ga je dood. En bij verbranden... Dan is echt pijn. Dat is alleen maar pijn. Dat is eerst die hitte die komt. Ja, en de angst. Ook heel zo. Ja, dat heb je daar ook bij verdrinken. Maar ja, ik denk dat verbranden iets erger is. Ja. Kelvin511 vraagt, hoe oud was je toen je 12 was? Kom op nou even. Nee, dat vind ik echt niet leuk. Echt niet. Even kappen nou met die vragen. Waarom zijn stenen grijs? Vraagt Lotte.pizza. Hou eens op, man. Weer zo'n stomme. Maar waarom is gras groen? Wat is de zin van het leven? Gaan we nou filosoferen? AlekPower07 vraagt, liever heel veel subs en haat of minder subs en geen haat? Nou, dat ligt eraan bij welke je het meeste views krijgt. Want views staat gelijk aan geld. En geld is natuurlijk... E.Wermik vraagt, hoezo ben je begonnen met YouTube geld? Oké, die was makkelijk. Geld. Laagstreepje Q.Inten vraagt, friet of patat? Dat is hetzelfde. In het zuiden zeggen ze friet, in het meer noordelijke en oosten zeggen ze volgens mij meer patat. En in de Randstad is het een beetje verdeeld. Ik het maakt allemaal niks uit. Friet of patat, jongens, het is ongezond en dat blijft het ook. Hou nou eens op, man. Bjorn LP_ vraagt, wat was jullie lievelingsprogramma van vroeger? En ik denk SpongeBob. SpongeBob is gewoon... Er zijn zoveel toffe programma's trouwens geweest, maar ik denk dat SpongeBob was toch wel echt de shit. Ja, SpongeBob was wel leuk. Ja, er waren zoveel dingen leuk. Jimmy Neutron, Danny Phantom. Nee. Fairly Odd Parents. Nee, ook niet. Daar hield ik niet van. iCarly vond ik grappig. Ja, iCarly vond ik ook Drake en Josh was nog beter. Big Tom Russ was fucking Ja, ja, ja. Er zijn zoveel leuke dingen geweest, maar ik denk dat SpongeBob is toch dat klassieker en die blijft toch het leukst. Die keek het liefst als SpongeBob. Ja, dat is wel waar. Maar dat is nu nog steeds op tv, dus dat zegt hoe goed het scoort. SamSVH vraagt, wat is je ergste haatreactie? Nou, mijn ergste haatreactie is volgens mij... Yo Harm, dit filmpje vind ik iets minder dan de andere filmpjes, maar ik doe alsnog een duimpje omhoog omdat ik je altijd support, maar ik vind hem iets minder. Dat deed me echt oprecht pijn en ik heb nog nooit een erger... Oh, dat is echt verschrikkelijk. Ja, dat is dat... Hoe kan iemand zoiets zeggen? Houd erover op. Morris_24x vraagt, wanneer hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet? Daar heb ik een keer een video over gemaakt, moet je even op mijn kanaal opzoeken. Hoe heb ik mijn vriendin ontmoet? Daar heb ik een hele video over uitgelegd, dus check die even. Bo588 vraagt, wat vinden jullie van vuurwerk? Nou, ik vind vuurwerk al tof. Lekker knallen. Ja, ik vond het vroeger zo sick altijd. Ja, de hele dag liep je gewoon buiten. Heerlijk. Je begint 's ochtends vroeg alleen maar knallen. Ja. Dan is het 's avonds, ik vond het zo kick en nu vind ik het nog steeds tof. Ik vind het nu echt meer tof om naar te kijken dan het zelf af te steken, maar ik vind het zelf ik vind het zelf ook leuk. Ja. En ik heb ook een vuurwerkvideo gemaakt, dus ik hou er ook nog steeds wel een beetje van om te experimenteren. Ik bedoel, ja, dat blijft leuk. Raheem Nilo vraagt, heb je ooit eraan gedacht om met je YouTube kanaal te stoppen en waarom? Ja, zeker, tuurlijk. Dat denk, je denkt heus over na van, ja, wil ik dit wel? Dat heb ik wel eens me afgevraagd, want letterlijk, je verbindt je nu echt aan je naam. Het is niet echt met Harm, het is echt letterlijk headgames in heel veel gevallen. Mensen die denken van, oh ja, dat is die YouTuber. En zo ga je dan uiteindelijk ook gedragen van, ja, ik ben die YouTuber, dus iedereen bekijkt me zo. En dan is de vraag, wil ik het wel? Wil ik niet mijn eigen identiteit
uithouden, want je verbindt je toch wel erg met je YouTube kanaal. Maar dit is veel te serieus, maar ik heb wel zo over nagedacht, maar ik ga natuurlijk niet stoppen, echt niet. Ruben VH, laagsteepje Carspotter vraagt, Harm, heb je iets aan atletiek of turnen gedaan? Nou, ik moet zeggen, ik heb er persoonlijk niks aan gedaan. Trampoline springen. Ja, maar dat, is dat atletiek? Vroeger was ik echt, ik was eerst echt enorm fan van voetbal. Dat heb ik echt volgehouden tot mijn 17, toen ben ik gewoon afgegaan, maar ik vind voetbal nog steeds leuk. Maar rond groep 8 of groep 7 vond ik freerunning zo vet. Ik vind het nog steeds zo vet. Want toen vond ik, ik was zo verslaafd eraan. Ik ging elke dag freerunnen. Elke middag uit school. In de pauzes ook. Op de alle bankjes. Echt? Ik vond dat zo vet. Op bankjes? Wat deed je dan? Ja, allemaal trucjes op die bankjes. En spinnen om die bankjes heen. En oh, zo vet. En ik weet niet, want dan kwam ik thuis en dan ging ik altijd filmpjes van freerunners kijken. En dan ging ik altijd van die compilaties kijken en denk ik van wow, hoe doet deze gast het? En toen kregen we op een gegeven moment ook een trampoline en daar heb ik zoveel op geleerd. Ja, dat doe je wel ik, allemaal kuntjes. Ja, zo, ik wil nog steeds een keer een video maken is een trampolinepark. Dat lijkt me zo vet. En dan ja. Die ga ik jullie echt beloven, die gaat een keer komen. En jullie gaan het echt vet vinden, want dan ga ik echt alles daarover hij vertellen. Hij kan echt heel veel. Ik kan best wel veel, ja. Maar ik weet niet of ik het nu nog steeds allemaal kan, maar... Ach, je deed alles achter elkaar, man. Dat lijkt me echt vet om een keer te doen, ja. Ik vind turnen vond ik ook altijd vet en die shit. Dat vond ik altijd leuk. Iris laagstreepje Huidke vraagt... Wat zou je doen met de postcode kanje van 49,9 miljoen euro? Ik zou het gaan natellen, ja? En als dat eenmaal klopt, het getal, dan zet ik het op de bank en ga ik rentenieren. Hoppakee. Xkus laagstreepje Minke vraagt, wat voor beroep zou je doen als je niet aan YouTube deed? Supermarkt werken denk ik nu nog. Dan zou ik nu inderdaad in de supermarkt werken, dat is 100% zeker, ja, klopt. Putjeschepper. Putjeschepper. Ja, wat heb je iets tegen putjeschepper? Nee, sorry. Ah! Oh! Ik wil verkracht doen, help! Ik wil. Ah! Je brak mijn bot, jongen! Tyfus! Oh, hoor je dat? Sorry. Je brak mijn bot, hoor je dat? Ja. Oh! Sorry. Hey, kappen dan met je kiemen, ik heb een geurzummer, ik ga weg hier! Nee! Nee, ik ga hem ophouden! Nee, sorry! Kaststemminghof053 vraagt: wat is je lievelingsgame? Agario? GTA! It's me, Zovie vraagt: waar willen jullie nog heen met z'n twee? 3, 2, 1. Amerika! Ik zou ook echt met zin 3-2, want ik wist dat zou ik Amerika ging zeggen. Ik dacht, doe mij mooi een keer. Benoit. Oh, dat is echt een moeilijk kanaal, die ga ik niet uitspreken, sorry man. Kees Peltje vraagt, wat voor vuurwerk heb je gekocht? Nou, ik heb dus al dat vuurwerk gekocht voor die vuurwerkvideo die ik op mijn kanaal heb geüpload. En verder heb ik niets gekocht, want wij zitten in Keulen. Hier kon je niks kopen, want hier was het verboden. Omdat ze namelijk voorzorgsmaatregelen hebben genomen, dus je kon hier niks kopen. Want ze wilden niet dat je vuurwerk ging afsteken, want dat kon op een bom lijken natuurlijk. En beetje jammer. En met al die aanslagen, ik snap het heel erg goed hoor. Want dan krijg je gewoon allemaal rotjes gooien op een moment. Hey, hier kijk, rotje voor jou, rotje voor jou. Hey, je capuchon, die trouwens, vlinderbom. Er zit een vlinderbom in je capuchon. Ja, kijk, bam! Dood, ja, dat. Timo2031 vraagt: wat is jouw droomaantal aan abonnees op YouTube? Nou, 700.426. Geen miljoen. Nee, joh, man. Een miljoen is echt veel, man. Oh, sorry. Nee, je moet ook een beetje redelijk blijven. Realistisch. Okay. Y-CLM-070. Trouwens, een hele kutnaam dat je hebt. Het spijt me, maar je hebt echt een kutnaam. Even dat je het weet. Sorry, niet persoonlijk. Je naam is een ja, kut. Ja, ja, ja. Martijn Bonnik vraagt, heb je in 2016 echt een keer keihard gehuild? Nou, ik huil echt bijna nooit. Ik heb echt letterlijk, toen ik dat niet met jou had, heb ik echt gewoon 2 of 3 jaar gewoon niet meer gehuild. Serieus, dat is echt geen grap. Dat is echt lang. Ja, maar ik heb wel eens bij je Sinter gehuild, tuurlijk wel. Want we hebben wel eens ruzie en dan moet ik altijd huilen, want ik word altijd zo emotioneel. Nee, tuurlijk niet. Ik heb wel eens met je Sinter gehuild samen, we hebben wel eens gehuild, tuurlijk, maar dat gebeurt wel eens. Ben ik nou een hele lieve jongen, jongens? 1 duimpje is 1 gevoeligheid. 1 traan. Jongens, als je respect voor me hebt, even duimpje, hè. Gaan we samen huilen, jongen. Ik zo frietje vraagt, liever blind of doof? Doof, denk ik. Geluid is heerlijk, muziek is prachtig. Ja, maar het ligt eraan of je een piep hoort of niet als je doof bent. Ja, precies. Maar doof is helemaal doof, bedoel ik dan, hè? Oké, dus dan hoor je echt helemaal niks. Helemaal niks. Ik denk dat je aan doof kunt wennen. Dat wen je aan. Want je kan altijd, als je doof bent, kan je altijd nog wel zien wat iemand opschrijft. Dus in principe is er niks aan de hand. Ja, ik kan alleen niks horen. Ik kan in principe ook nog mijn gamekanaal runnen. Ik bedoel, ik kan alleen een game spelen, maar alleen geen geluid. Dus ik kan ook niet met collabs met andere mensen doen.
Alleen ik kan wel zelf opnemen, dat kan wel. Wat als je niet kan zien, wat de fuck heb je dan? Dat is zo kut, dat is echt kut. Dat denk ik ook. En dan moet je ook denken, bijvoorbeeld als je later kinderen hebt, dan weet je niet hoe ze eruit zien. Precies. James Blond vraagt, wil je liever willen weten hoe je doodgaat of wanneer je doodgaat? Die is fucking goed, dat is echt een goede vraag. Ik denk hoe. Ja, ik denk ook sowieso hoe, 100% zeker. Anders leef je de hele tijd in angst, denk ik. Precies. Als ik zou weten hoe ik dood zou gaan, zou ik echt... Zo tof vinden. Tof vinden? Ja, dat zou echt geruststellen, denk ik. Want dan hoef je nooit meer op te letten voor ongelukken, weet je wel. Als je weet van ik ga dood een ouderdom. Nee, ik spring voor de bus. Dan kan je over alles doen wat je wil. Dan spring je van de trein, dan gebeurt het toch niks. Want je gaat niet dood, want je gaat dood een ouderdom. Dus ja, dat is veel. Ja, oké. De leeftijd boeit me niet zoveel. Want ik bedoel, wat nou als je aan ouderdom doodgaat, dan weet je in ieder geval wel dat je oud gaat worden. Dus dan weet dat je ook wel. Dan weet je eigenlijk ook wel de leeftijd. Hé, hey, kopie. X-minuutje-x vraagt. Heb je wel eens gekotst toen je Sinter app bij je was? Ik wel bij jou. Ja, toen was je fucking ziek. Maar ja, ik was ziek om een verjaardag. Ik heb nog nooit gekotst. Nee, ik heb wel eens gekotst. Tuurlijk, ik heb ze vaak gekotst. Altijd, ja. Altijd al die alcohol en shit, jongen. Ik kotst fucking vaak. Ja, ik kotst fucking vaak. Zullen we meteen kotsen? Samen. Uit het raam? Ja. Top. Harm, stop, ik neem het terug. Oké. Okay. Harm, ik neem het terug. We gaan kotsen, ja? Nee, Harm, ik neem het terug. We gaan kotsen. Nee, ik neem het terug. We gaan kotsen, ja? Ik wil niet kotsen. Dat heb ik laatst al gedaan. Ik zag geen maand geleden. Ik zag de hele fles op en ik ga kotsen. Want jullie wilden het, altijd voor de kijkers. En we stoppen nooit. Kussengevecht. Nee! Oh, jongens. Nee, dit gebeurt dus. Als je met je steeds op vakantie gaat. Ik word mishandeld! Ik word mishandeld, jongen! Call 911! Call 911! Dit gaat fout! Gaat fout! Ah! Gaat fout, kill! Nou zit je aan mijn haar. Ik kan ook verder. Nee, zit nu aan mijn haar. Dat vind ik echt niet cool. Blijf van mijn haar af. Kap er maar mee. Je staat niet meer in de beschrijvingen, Sinta. Nee! Kap me naar huis. Maxim.Bouché vraagt, wat is je laatste foto in je galerij? Een naaktfoto van je Sinta haar billen, denk ik, of zo. Geen idee, hoor. Fidali Fifi vraagt, waar kunnen mensen je s'nachts voor wakker maken? Voor een tering. Nee, maak me gewoon niet wakker of zo. Doe even normaal. Ja, dan ben je echt chagrijnig. Nee. Maak me gewoon niet wakker, oké? Niet doen. /Eken09 vraagt, wat is je laatste chat op WhatsApp? Lees het voor. Hey baby, kom naar me toe. Ik heb zin in je. Kom potje, gaan we dingen zijn. Gaan we heukenbeukjes doen. Baby, let's go. We gaan het doen. Baby, ik moest poepen zo net. What the fuck, wie is deze chick, joh? Waar ga je heen? Ze komt niet meer binnen, want ze heeft de sleutel niet. Ja, ze klapt nu alweer aan, dat dacht ik al. Ga mooi door, jongens. J.R.J. vraagt, welke drie sporten vind jij het leukste? Nou, voetbal, fitness, freerunning, ja. Yeah. Ik hou je wel op, man. E.L.I.S.E.X. Elisex? Mooie naam. Liever een hond vermoorden met je handen of een heel mens opeten? Een hond vermoorden met mijn handen. Ja, ik zie mezelf nooit een mens opeten. Maar never. Je gaat wel een lief hondje vermoorden. Ja, dat doe ik eerder dan dat. Ja, dat doe ik ook echt niet met plezier. Tuurlijk, dat doe ik ook met. Dat vind ik ook verschrikkelijk natuurlijk. Maar ik ga nooit een mens opeten. Doe normaal. Wat doe je de hond toch niet aan? Die is juist kies voor de mens. Precies. Niet ja, maar dat zou je toch eerder... Moet je echt huilen nou? Nee. Moet je echt huilen? Jij ziet het voor, hè? Zo'n lief hondje en dan zo... Je ziet het voor, hè? What the fuck? Moet je echt huilen? Oh, dit meen je niet. Oh my god. Nee, Sinta, doe rustig. Ik denk dat heel veel mensen dit niet snappen. Maar Jacinta heeft het letterlijk alleen maar de hele dag door over hondjes. Ja, en ze moet nu serieus huilen.
Omdat zij denkt in plaatjes, dat heel veel mensen doen dat, ik doe dat in principe ook wel vaak, maar zij ziet het echt heel erg goed voor zich. Zo'n heel lief hondje die ik dan me om ga draaien, die zo heel lief kijkt, zo van, heel trouw kijkt, weet je wel, naar zijn baasje, van wat doe je nou, wat doe je nou? En dan draai ik een nekje om. Ja, nee, ik begrijp je, baby. Nee, natuurlijk ga ik dat niet doen. Man, ik ga je wel altijd een lief hondje geven, ja? Ja. Oh. Ja, dit vind ik echt oprecht zielig, jongens. Ik denk dat heel erg veel van jullie dit niet begrijpen, maar zij zit het echt heel goed voor zich. En als je zoveel van hondjes zou, dan is het heel moeilijk. Maar niet zo janken, jongen, jankbal. Ga maar even wel. Nee, flikker op, man. Ga weg. Ik doe de auto wel alleen. Ik wil niet dat je huilt in mijn video. Ik hou er niet van. Sorry. Nee, niet zo een beetje. Ja, stomme vragen voor. Ja, stomme vragen voor. Zeg het tegen de kijkers dat ze domme vragen stellen dan. Ga maar weg. Je Sinta-kanaal staat in de beschrijving, jongens. Check die zeker even. Dit was er weer de Q&A in Köln. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je leuk? Doe even een duimpje omhoog. We moeten even 4000 miljoen duimpjes. Ja? Doe dat even. En dan ben ik helemaal blij. Mwah. Liefde voor iedereen. De Q&A was leuk. Toffe vragen, jongens. Ik heb lang niet alles kunnen voorlezen, want er waren 2200 vragen in no time. Bedankt voor jullie vragen. En mochten jullie nog een Q&A willen, laat het even weten natuurlijk. En dan zeg ik jullie de volgende keer. Peace! Oh, daar komt de hondenjanker weer. Oh, man.